Die willen wel goede nachtlust hebben. En dat daar ook dat je dat een keertje kunt boeken. Dat is gewoon leuk. Over die filia-verenigingen gaan we het zo direct hebben. Goedenavond allemaal. Je bent bij Topnames iedere dinsdagavond af 9 uur vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Dit is ons 10e seizoen. Iedere week spreken we met mensen die, zoals wij zeggen, de digitale voorhoede van Nederland vertegenwoordigen. Of je jezelf daarbij... Voel je daar goed bij die omschrijving? Ik voel me erg gecharmeerd bij die uitspraak. Ja. Michiel Huisman, je bent van Champ. Wat doen jullie? Wij zijn een boekingsplatform voor sport. En streven na om alle sporten in Nederland online boekbaar te maken. Om zo voor alle sportactiviteiten en sportaanbieders allerlei nieuwe soorten transactievormen aan te gaan bieden. En waarom? Waarom ga je zoiets doen? Waarom is dat belangrijk? Nou, omdat er de sportconsumptie is nogal veranderd in de afgelopen jaren. Dus Nederlanders die doen op dit moment 2,7 verschillende soorten sporten. En alleen aan de sportaanbiederskant wordt nog heel erg gedacht over van wat moet je als lid hebben, je moet je in een abonnementsvorm duwen. Dus daar zit eigenlijk een soort van disconnect en daar worstelen heel veel partijen mee. Dus van alle bonden en verenigingen tot aan commerciële aanbieders met... We hebben 3 miljoen fitnessers in Nederland, waarvan meer dan 60% elk jaar switcht van abonnementsvorm. En dan merk je gewoon dat er ergens iets niet fit. Dus in die productmarkt vonden wij heel erg interessant. We zijn gaan kijken, dat is een hele gefragmenteerde markt. En dachten van nou, op het moment dat je daar dingen wilt gaan verbeteren, dan moet je ze om te beginnen moet je ervoor zorgen dat je ze allemaal centraal kunt vinden. Dus niet alleen op de website van de gemeente waar je woonachtig bent. Maar dat je ze ergens kunt vinden, vergelijken en dat je dan ook in je oriëntatie, als je iets zit, wat je tegenkomt, wat je bevalt, dat je dat ook vervolgens gelijk online kunt boeken. Zodat je ook vervolgens gelijk weet waar je aan toe bent en gewoon betaalt voor wat je sport. Ja, maar is dat een totaal andere manier van sporten dan de ouderwetse, traditionele manier waar je bij een vereniging van tevoren precies weet dat je elke dinsdag moet trainen en elke donderdag moet trainen en op zaterdag een wedstrijd moet doen? Nou, dat is ik denk dat er... Dus je hebt eigenlijk soort van twee soorten sport. Je hebt georganiseerde sport en noemen we wel even ongeorganiseerde sport. Ja. Georganiseerde sport in Nederland, dat is een hartstikke grote tak van sport, letterlijk en figuurlijk. Daar zijn heel veel miljoenen mensen die zich die heel erg blij lid zijn van een bepaalde club en vereniging. Wat je alleen merkt, en dat merken die verenigingen ook, is dat heel veel leden na de puberteit lopen ze tussen aanhalingstekens weg van de club. Ze komen niet meer terug. Nou, wat je daarin merkt is dat heeft te maken met een aantal dingen. Is dat mensen kunnen de commitment niet meer geven om 2-3 keer per week zeg maar, op vaste momenten ergens zich voor in te zetten. En aan de andere kant komt het ook omdat mensen eigenlijk in deze digitale tijdperk of zeg maar, waarbij de ontwikkelingen razendsnel gaan, is dat mensen ook steeds meer zien van, goh, je kunt nu ook kitesurfen. Oh, dat vind ik ook wel leuk. Oh, en een bootcamp vind ik ook wel leuk. En dat, nu dat nieuwe crossfit vind ik ook wel leuk. Dus dat mensen eigenlijk van alles en nog wat willen proeven. En daarmee willen wij zeker niet ondermijnen dat we dus die verenigingssport en die vrijwilligers en dat we die nodig hebben. Maar ik denk wel dat op het moment dat ook die tak dat sportaanbod in leven te houden, dat zij langzaam maar zeker ook naar een soort van flexibele achterban toe moeten van mensen die niet meer elke week twee keer kunnen trainen en 1 keer op zaterdag competitie kunnen spelen. Maar mensen die dat nog 2 keer in de maand kunnen. Of mensen die dat 5 keer in het jaar kunnen. Dat veronderstelt andere vormen, andere manieren, andere daar moet je dus ervoor zorgen dat je met die mensen kunt communiceren. Dus dat zij weten dat er bijvoorbeeld een... Ja, we willen eigenlijk, om maar zo te zeggen, we zouden het liefst de grootste reservebank van Nederland willen hebben. Dus dat op het moment dat je in het dorp als de Heren 4 met van de lokale voetbalvereniging alweer op zoek is naar... iemand om te keepen, dat er dan degene die dat 25 jaar gedaan heeft, maar er nu net mee gestopt is. Hey, en nu zeg je eigenlijk, de vraag is veranderd, de sporters, met name de jonge generatie. Mensen willen flexibeler, mensen willen verschillende dingen doen, mensen willen nieuwe dingen doen. Ja. Het aanbod hobbelt daar misschien een beetje achteraan. Jullie kiezen voor de platformrol, voor zover ik het goed beoordeel. Is het dan wel genoeg, matcht het dan wel genoeg? Is er genoeg aanbod om de vraag van de nieuwe sporter, om daarin te voorzien? Ja, wat je ziet is dat er, wij zien het inderdaad als een platform waarbij wij naast dat het een marktplaats is, wij ook nog wel het idee zien dat we nog een beetje marktmeester moeten spelen, om maar zo te zeggen. Dus je bent nog wel, we hebben wel het gevoel dat er daar ook nog een stuk productontwikkeling nodig is. Maar wat je ziet is dat er een heel aantal, noem het wel even, nieuwe vormen van sport, dus noem het van Zumba tot bootcamp tot crossfit tot yoga, die zijn al bezig om zeg maar lesaanbod op een bepaalde manier te geven, dat of er nou 6 of 16 meedoen, tussen aanleidingstekens, maakt niet zo heel erg veel verschil.
Dus het enige is dat zij alleen in de manier waarop zij dus die lessen proberen, noem maar het even, te vullen, dat dat nog vaak op een hele traditionele manier gaat, van kom een keertje gratis proberen en daarna, dat voor lidmaatschap wil je weer, een jaar of in een maand. Ja, en wat wij dus zien is dat je dus op het moment dat je eigenlijk wilt kunnen oriënteren van wat is er vanavond op welk moment dat jou uitkomt te doen en dat je je daar gelijk van in kan schrijven en dat gelijk kunt doen. En op het moment dat je dat op die manier aanbiedt, kun je dat dus ook aanbieden voor hele andere soorten doelgroepen. Dus de mensen die bij wijze van spreken in Amsterdam werken, maar in Utrecht wonen, dat die dus als ze een keertje later aan het werk zijn in Amsterdam, dat ze dan in Amsterdam ergens kunnen aanhaken. Of als ze voor werk op reis zijn, of op het moment dat ze... Ja, zo maar door. En dat veronderstelt, dat uitgangspunt. Ik probeer het even te vertalen in hoe concreet dan jullie platform eruit ziet en hoe die aanbieders en daarmee om moeten gaan, dat je... een boekingssysteem hebt. Ja. En dat maakt, denk ik al, dat je... en dat zag ik ook op jullie platform, dat natuurlijk vooral commerciële aanbieders zijn die zich daar nestelen. Initieel wel. Dus als je kijkt bij ons, is dat je de beweging die gaande is tussen aanhalingstekens, wordt natuurlijk het meeste... onder druk wordt alles vloeibaar, wordt wel eens gezegd. Ja. Is van, je hebt een aantal commerciële hefbomen nodig, waarmee je dus weet van dat die markt dus daarmee dus langzaam maar zeker gaat kenten. Wat bedoel je daarmee, commerciële hefbomen? Nou, op het moment dat er, als er een aantal voetbalverenigingen in het land die wellicht best wel interesse zouden hebben om een 7-tegen-7 competitie op te zetten op de doordeweekse avonden, om daarmee mensen geëngageerd te krijgen om dingen te blijven doen met voetbal. Ja. En die gaan dat pas doen op het moment dat ze zeker weten dat ze in ieder geval 7+7 mensen animo hebben. Dus die moeten, dus er moet voldoende in het gevoel zijn dat aan de vraagkant mensen voldoende verenigd zijn. En dan krijg je dus eigenlijk een beetje de traditionele uitdaging bij een marktplaats, is dat je de vraag versus aanbod, de verschrikkelijke spagaat. Ja. En dan moet je dus kijken van, nou, wat zijn eigenlijk de first movers op je platform, waardoor je dus aanbod kan creëren, zodat daar vragen op afkomen en dat je die vragen vervolgens heel goed gaat leren kennen en dus merkt van, hey, we hebben hier heel veel vragen die eigenlijk ook wel zouden voetballen. Dan kun je vervolgens naar de voetbalinitiatieven. En dan krijg je dus, daar heb je dan de commerciële hefboom tussen aanleidingstekens, dat we kunnen zeggen van, in gemeente Hilvarenbeek hebben we 60 mensen die graag nog wat met voetbal zouden doen. Zouden jullie als voetbalvereniging daar niet eens een keer wat productontwikkeling voor willen doen en wat activiteiten live willen zetten? Ja. Dan hebben jullie club heeft dan weer binding met 60 leden die misschien ooit een keertje lid zijn. Ja, precies. Maar die actieve rol spelen jullie ook. Het is je bent niet alleen maar de marktplaats die vragen en aanbod aan elkaar knapt. Nee, we zien dus heel erg in die eerste opstartfase dat we daar heel erg moeten zorgen dat we moeten gaan vinden van waar dan de gebruikersgroepen zitten. Ja. Wat zijn je lessen daarvan? Jullie zijn in maart begonnen. Oh, nee, we zijn, we gingen in maart live met drie aanbieders in het hele land als een landelijk platform. Dus daar zat wel dat vervolgens in je promesse hadden we wel een kleine propositie uitdaging. Wat we in die eerste fase gedaan hebben is dus vooral mensen te verzamelen van, goh, kijk, sporten is niet alleen voetbal of bootcamp of yoga of paaldansen. Maar is ook, ik loop nu naar buiten en ik ga 5 kilometer hardlopen. Wie doet er met me mee? Wat we heel erg sterk zien is dat er naast die behoefte is van wat kan ik doen op het gebied van sport, dat ook een hele grote behoefte is om mensen te vinden om mee te sporten. Want op het moment dat jij tennist en ik tennis altijd met jou, ik zal het hartstikke gezellig vinden, maar na 15 keer of na 10 jaar heb je misschien ook wel eens een keer het idee van, zou het toch eens goed zijn als ik nou 10 jaar jou al versla, misschien moet ik iemand zoeken die het wat beter kan. Ja. Nou, dan kun je dat via de tennisvereniging, kun je dat allemaal proberen, maar dat is allemaal vanuit een, noem maar even, heel bestaand ecosysteem. Maar op het moment dat jij graag wilt wandelen of hardlopen of wielrennen of wat dan ook, dan moet je dus andere mensen zien te vinden. Dus wij proberen met ons platform, dus we zeggen ook vind sport en sporters, proberen we dus en mensen te engageren van maak jezelf bekend wie je bent en wat voor sport je doet. Noem het heel even de LinkedIn voor sport. Zodat we op basis daarvan dan ook weten van, hey, we hebben eigenlijk een best grote gebruikersgroep die hardlopen interessant vinden in Amsterdam. Misschien moeten we daar een aantal trainers bij zoeken die technische training kunnen geven. Nou, zo en dan zijn jullie een halfjaartje bezig. Dat lijkt me best een uitdaging. Is best een uitdaging. Dus waar we naar op zoek zijn. Hoe gaat dat tot nu toe? Wat is je opgevallen? Nou, de grootste uitdaging die we hadden is dat je dus heel snel moet gaan zorgen dat je veel aanbieders krijgt. Ja. Op het moment dat je met hoe meer aanbod je krijgt, hoe meer mogelijkheden je gaat creëren voor transacties. Wij hebben een samenwerking daarvoor gesloten om aan de grootste Nederlandse winkel, de supermarktketen, om daar deze zomer een campagne mee te draaien. Wat is dat dan? Dat is de Albert Heijn. Oké. Okay. zodat we daar een commerciële hefboom hadden om daar vervolgens aanbod op te acquireren.
Dus op het moment dat je een campagne draait met 880 supermarkten in Nederland, dan heb je dus vervolgens de mogelijkheid om daar te zeggen van, goh, heb je interesse in leadsvergaringen? Wil je dus je lokale community activeren om, zeg maar, de punten die ze gespaard hebben in te zetten bij jou en dus voor lokaal sportaanbod in plaats van de Albert Heijn profileert zich natuurlijk ook echt als de gezonde supermarkt, doe ik wat sport, voor Albert Heijn die heeft... betrokken bij de KNVB, die kennen het wereldje. Nou, dus daar was voor ons was een ideale mogelijkheid om te zeggen van, goh, dit is een mooie start om te zeggen van, goh, doe nu mee, dan kunnen we daarin opnemen. Nou, daar hebben we dus nu, zeg maar, ruim 1000 aanbieders aan overgehouden binnen die eerste 6 maanden. Daarmee zijn we zo'n beetje de grootste van Nederland. Dus dat ik weet het niet eens precies, volgens mij iets van 1487 verschillende soorten sporten die je nu kunt boeken. Daar hebben we ook wel wat learnings uitgehaald, want dan moet je opeens best wel wat profielen aanmaken en onboarding en goede foto's en dat goede teksten van allerlei aanbieders die daar dat nog nooit hebben gedaan. Dus daar zat ook nog wel, als kleine start-up in nog weinig processen gedefinieerd, zat daar voor ons ook nog wel een aantal learnings. En nu dit najaar zijn we dus vervolgens aan de slag gegaan van, oké, maar wat is dan hierop het vervolg? Waar we nu mee bezig zijn in een afrondende fase is dat we, zoals het nu naar uitziet in week 44 of week 45, de Nationale Sport cadeaukaart gaan lanceren. Zodat je dus aan jouw vrienden, familie, medewerkers, kerstpakketten, mensen sportcadeau kunt geven. Een interessant ding wat ik zag op de site is, enerzijds komt jullie initiatief vandaan van dat mensen minder lid worden van verenigingen. Ja. En dat de sport op zoek is naar het binden, relevant zijn voor de zogenoemde ongebonden sporter. Tegelijkertijd zijn jullie binnen je organisatie eigenlijk verenigingen aan het oprichten. Of noem het community, de grootste hardloopcommunity van Nederland. Die dingen. Dus jullie zijn eigenlijk nieuwe vormen van vereniging aan het... Ja. Waarin verschilt die vorm van vereniging van de oude vorm? In die zin is dat dat we heel duidelijk het gevoel hebben dat dat gevoel van saamhorigheid en ergens bij horen. Dus dat gevoel er nog steeds leeft bij mensen. En wij hebben het idee dat op het moment dat wij, stel je voor, we zouden erin slagen om de grootste tussen aanhalingstekens een voetbalcommunity te bouwen. Dan kunnen we namelijk daarmee dus ook gaan zeggen van, oké, maar als je bij de community wil horen, dan horen daar ook bepaalde vrijwilligerstaken bij, zoals een Barney's draai of wat dan ook, of een keertje fluit. Of... Kijk, als we in staat zijn om op een goede manier aan te tonen dat dat functioneert, dus dat ook mensen die verplichtingen, dat gevoel ook hebben, of het nou een online club is of een offline club. Ja, dan gaat dat alleen maar weer helpen in het verder uitrollen van deze vorm van sport in die georganiseerde sportwereld. Is het bindingsdeel voor jullie belangrijk? Ja, want wat je heel erg sterk ziet met sporten, is dat, en dat ik weet niet of jullie dat, ik weet niet of jullie actief sporten, sporten jullie actief? Ja. Is dat de makkelijkste op het moment dat je niemand hebt waarmee je sport, de makkelijkste manier om dan te zeggen, ik heb geen zin, of het regent, of goh, er is Ajax vanavond op televisie, laat maar even gaan. En op het moment dat je dus iemand hebt om mee te sporten, of dat je die commitment bent aangegaan, dan staat het in je agenda en dan weet je dus ook van, ik ga, want ik heb het afgesproken. Ik heb het afgesproken of met een trainer, of ik heb het afgesproken met een... En daarom dat wij dus ook gedacht hebben van, dat alles wat je doet, en of je het nou al is het hardlopen of wandelen of wat dan ook, maak ervoor een afspraak met andere mensen, dan weet je in ieder geval zeker dat je gaat. Nou, daar zien wij dus heel erg sterk die rol van dat community stuk. Ja. Hey, in de individuele sporten heb je natuurlijk heel veel aanbod, ook op commercieel vlak, omdat het relatief eenvoudig te organiseren is. En dat zie je als eerste in de commerciële wereld gewoon structureel georganiseerd worden. Heel veel andere dingen is natuurlijk best wel wat ingewikkelder. Om als eenling, want daar richt je op, hè. Ik ben een individu en ik zoek naar iets wat ik kan doen. Ja. Veel van die verenigingen hebben geen boekingssystemen, zijn niet ingericht op ad hoc mensen die zich komen melden. Wat eisen jullie van een vereniging voordat die zich kan aansluiten bij een platform? Niks. Wat moet je doen? Niks. De informatie geven. Ja, maar ik ben een hockeyvereniging, en ik zeg, nou, dat is best leuk, laat maar komen iemand die een keer mee wil hockeyen. Ja, en op het moment dat je dat, dan maak je daar een activiteit voor aan en dat mag ook gratis, er hoeft geen commercieel model aan te maken. Oké, je kan dan als vereniging jullie een activiteit aanmaken? Je kunt je eigen profiel verder, dus we hebben van alle, van alle openbaar beschikbare data, zoals die dus door vanuit de gemeente en dat soort dingen beschikbaar zijn, die hebben we ook allemaal op ons platform. Want het belangrijkste wat we vinden is dat je in ieder geval alles wat op het gebied van sport is, dat je dat weet te vinden. Want er zijn tal van nieuwe initiatieven op het gebied van sport die je ziet. Ik tikte mijn eigen postcode in, ik woon in een klein Rotwijkje, dorpje hier in Amsterdam-Noord. En
de drie sportverenigingen binnen 500 meter, die staan gewoon weer op platform. En het idee is dus ook, en iedereen wordt ook, we nodigen iedereen van harte uit om dat profiel verder aan te vullen. En op het moment dat dus... En als maar goed, dus, als vereniging, ik kan een activiteit aanmaken. Ja. En dan zeg ik, ik wij vind doen het altijd, prima om op dinsdagavond tussen 6 en 8... doen wij introductielessen. Kom langs. Ja, fantastisch. Ja, en dan kunnen mensen zich bij jullie op de platform aanmelden. Ja. En ik krijg dan als vereniging een mailtje of een appje. Ja, of een krijg je een mailtje en dan krijg je vervolgens, dit is de deelnemerslijst voor vanavond. En die mensen die komen binnen, kun je een ticket scannen. Dus jullie maken dat eigenlijk heel makkelijk. Ja. Ja. En daarbij zeggen we dus ook van, en omdat wij, dus we hebben een aantal besluiten genomen van begin af aan. Dus onze doelstelling is, we willen sporten laagdrempeliger maken. We willen zoveel mogelijk mensen laten sporten. Ja. Dan moet je dus ook in die afslag die je dus daarmee maakt, of die keuze die je daarmee maakt, betekent dus ook dat je niet per definitie kunt zeggen, alles moet dus ook betaald zijn. Want dan maak je daarmee een afslag dat je dus heel veel dingen gaat uitsluiten. En we willen heel erg inclusief zijn. Dus op het moment, dus we werken ook met bedrijven, we willen ook voor bedrijven aanbieden. Of je nou zeg maar op het werk een bootcamp gaat laten komen, of yoga, of allerlei, noem het maar wat je zou willen doen. Of als je je medewerkers sporten goed wil geven, ook hallenleuk. Maar op het moment dat jij medewerkers hebt die gewoon graag met elkaar zouden willen bowlen, badmintonnen, wandelen of wat dan ook, dan moeten die ook die mensen de mogelijkheid hebben om dat met elkaar te gaan organiseren. Nou, en die faciliteit, dus dat wordt gewoon gratis aangeboden. Iedereen kan activiteiten aanmaken, iedereen kan zich daarbij aansluiten. En het belangrijkste voor ons is dat we daarmee gewoon voornamelijk zoveel mogelijk van alle sportactiviteiten via dat platform gaan laten lopen. En waar zit jullie businessmodel? Voor diegenen die dus de commerciële aanbieders en de commerciële transacties die er wel plaatsvinden, daar hebben wij een commissiemodel. Oké, dus dat sluit niet uit dat iedereen alles gratis kan doen en daar houden jullie ook niks aan over. Nee. Dus geen inschrijfgeld voor aanbieders. Geen inschrijfgeld voor sporters. Het is de bekende 10, 20 of 30% voor een transactie. Afhankelijk van het kanaal waarvoor het geboekt wordt. Dus als wij dus pakken, dus wij zijn met die giftcard gaan wij in het Nederlands retail segment wegzetten. Daar vraagt die retailer vandaag een bepaalde commissie voor. Dus dan is onze commissie opgebouwd. Dus dat er dus dat daar een opslag tussen zit voor dat kanaal. Dus wat je dus krijgt, is dat je dus de aanbieder straks de mogelijkheid gaat geven om te zeggen, met welke kanalen wil je wel meedoen, welke kanalen wil je niet meedoen. Je weet welk schuifje je openzet. Je weet wat voor commissie daarachter hangt. En afhankelijk van alles wat daar dus, of je daar via dat kanaal binnenkomt, betaal je al dan niet een afdracht. Ja. Het is arbeidsintensief wat jullie doen. Hè? Dat is wel, er zit veel. Is dat je dat tegengevallen? Nou, nee. Wat we hebben Paul, mijn compagnon en ik zijn in 2009 zijn Couvert gestart, de restaurantreserveringsplatform, waarbij we eigenlijk op diezelfde manier restaurants naar online wilden brengen. En toen daar dachten we in het begin zo ook wel van, dat gaat vrij snel en makkelijk. Totdat je tot de conclusie komt dat je dan vervolgens ook al die bedrijven moet onboorden om ervoor te zorgen dat ze dus ook meegaan in de werkstructuur die je eigenlijk zeg maar, daarin voor ogen hebt. Dat vergt gewoon heel veel tijd en afstemming en communicatie. Dat heeft dit keer ook wel wat voeten in de aarde gehad. Maar we hebben wel wat learnings gehad uit het verleden, gelukkig. Het valt mij echt op, want ik zat net door jullie site te klikken en dan zoek ik wat ik kan doen. En dan denk ik, nou schaatsen, daar houden we allebei van schaatsen. En dan kom ik via schaatsen kom ik bij andere dingen. Dan klik ik op snowboarden. Ja. Ja, je kan natuurlijk helemaal niet snowboarden in Nederland. En zeker niet ad hoc eventjes op een avond. Maar ze hebben allemaal lappen tekst. Ja. Geschreven stukken met mooie foto's. Voor al die sporten. Er zijn er 486 sporten die kunnen beoefenen. Dat bedoel jij toch? En we hebben ze nog niet allemaal. Plus dus riding, zeg maar. Maar dat gaat niet vanzelf. We hebben een content team die daar heel erg druk mee bezig is geweest. Ja. En hoeveel mensen zijn jullie om dit... Ons totale team bestaat uit dit moment, en noem ik niet, volgens mij uit 10. En dan hebben we een extern development team van 4 man. Dus in totaal dan zeg maar met 14. En hoe financier je dat? Met geld van Informals. Dus we hebben een eerste ronde gedaan. We hebben het allereerste begin zeg maar, van vorig jaar, de eerste opzet en opstart, hebben we zelf gefinancierd. Halverwege dit voorjaar is een groep met Informals ingestapt met een ronde van 700.000 euro. Ja. Ja. Leg mij eens uit, jij zit met zo'n Informal aan tafel. Ja. Hoe overtuig jij die Informal dat investering in jullie, financieel, want die wil er beter van worden aan het eind van de rit, een goede investering is? Kom maar op met die pitch. Kom maar op met die pitch. Ja. Hoe doe je dat? Nee, dat is wel goed. Ik wist niet dat ik hier mocht pitchen. Hebben jullie geld? Nee. Als je kijkt van, de pitch die daar eigenlijk achter hangt, is dat je dit landschap is aan het digitaliseren.
Je hebt te maken met een hele grote doelgroep aan de aanbieders, zeg maar zo'n 22.000 sportaanbieders in Nederland. En je hebt te maken met 10 miljoen sportende Nederlanders. Dus daar in de basis en in de kern zijn daar zeg maar echt miljoenen transacties mogelijk. Waarbij wij hebben gezegd van dat op het moment dat je in staat bent om een propositie in te vullen, waardoor je eigenlijk voor zoveel mogelijk aanbieders de online vertegenwoordiging mag doen richting alle kanalen die je kunt verzinnen, dan zit daar voor de lange termijn zit daar gewoon een enorme upside in. Dus wat wij eigenlijk zien is dat op het moment dat je, noem mijn leven, de bookings en zo van deze wereld, die dus als allereerste zeg maar dat online domein van hotels ingegaan zijn, die zijn alleen dus hun hele grote kanaal zeg maar groot aan het maken gegaan. Waardoor dus op een gegeven moment ook vrij snel de discussie kwam van goh, jullie hebben eigenlijk een hele kanaal, jullie hebben de monopolie over het kanaal en dat is eigenlijk heel vervelend, want jullie dwingen daarbij ook een marge af. Maar wij zien dus, wat wij wel zien is dat op het moment dat jij de partij bent die dus als eerste zeg maar die online vertegenwoordiging kan doen, dan krijg je dus dat als er nieuwe kanalen ontstaan, wat wij alleen maar toejuichen, dat wij dus wel zeg maar de positie op een gegeven moment kunnen zeggen van nou sluit maar op ons aan. En dan krijg je dus dat je dus de, noem maar even, een channel manager of een sports aggregator gaat zijn, om maar met hele hippe termen te gaan komen. Waardoor je dus eigenlijk gewoon een soort van blijvende positie kunt pakken. En wij zien dus daarin zien wij dus heel veel toegevoegde waarde om ook vervolgens met die ondernemers aan de slag te gaan. Hoe je beter kunt yielden met je prijs, wat nu nog niet gedaan wordt. Hoe je beter kunt gaan met allotments, van waar moet je welke allotments gaan inzetten. Hoe ga je om met de planning van je lessen. Daar zien wij allerlei toegevoegde waarden. En dan niet alleen zeg maar, in de grote steden, maar ook daarbuiten. Ja, even een disclaimer. Wij zijn allebei toevallig bezig met een project voor NOC-NSF, waarbij we meedenken hoe de traditionele sportwereld zeg maar een beetje kan innoveren om te zorgen dat je niet helemaal buitenspel gezet wordt door de flexibilisering, de digitalisering. Ja. Hoe zie jij die spanning die daar op de traditionele sportwereld staat? Want jullie zijn natuurlijk... Ik zie jullie als een kans hoor, laat ik even zeggen wat ik... Wij praten ook met NOC-NSF. Ja. waarbij wij dus de discussie, of het gesprek wat wij met NOC-NSF hebben, is dat... Dat is hetgene wat ik al eerder zei, is van je hebt soms een commerciële hefboom nodig om ervoor te zorgen dat daadwerkelijk ook transacties gaan veranderen. Dus op zij zijn helemaal niet transactiegedreven natuurlijk. Hè? De sportwereld gaat over bewegen, gaat over sport, gaat over samen. Gaat over verenigingen, over traditie, cultuur, noem maar op. Nee, maar vanuit het transitiebeleid merken zij van, goh, we moeten, dus die beweging komt naar online. Dus we moeten iets met online, dus ook met clubprofiel, wat Clubbase gaat heten. Ja. Dus daar zit dus al een beweging naar online. Maar vervolgens merken zij van, op het moment dat je die achterban wil mobiliseren, moeten er wel boekingen tegenover staan aan de voorkant. En op het moment dat jij zelf dus niet heel erg actief bent om die boekingen te verwerven, want dat is ook niet hun rol, ja, dan blijft die achterkant dus ook liggen. En wij zijn dus ook met hun in gesprek om te kijken van, ja, kunnen wij, als wij iets met die voorkant, kunnen wij iets betekenen in die voorkant? Dat helpt misschien in de activatie van die achterkant. Ja, want nog eventjes voor de goede orde, je hebt het net al gezegd, maar iedereen, stel ik vind mezelf een goede tafeltennis trainer. Ik kan aanmelden en ik kan zeggen elke zaterdag geef ik een les. Ja. Elke vereniging die denkt van, weet je wel, dit is misschien een kans voor ons om het publiek te vergroten, kan zich bij jullie aanmelden. Ja. En iedere commerciële partij, dus totaal open platform. Ja. Waarbij de gedachte voor ons is vanuit weer die basisgedachte dat iemand doet 2,7 verschillende soorten sport. Dat je te maken hebt met zomerstop en met winterstop, is dat op het moment dat je dus die hele vereniging, stel je voor we kunnen heel veel transacties vanuit een bepaalde vereniging kunnen we faciliteren, dat doen we volledig gratis. En er zijn vervolgens zijn er alternatieve sporten die wij kunnen aanbieden voor die base in de winterperiode of in de zomerperiode of op het moment dat ze bij wijze van spreken op vakantie in eigen land zijn, op het moment dat ze wat willen doen. Dan zijn wij daar ook weer het, noem maar even, de marktplaats voor waar ze naartoe gaan. Ja, denk jij dat de traditionele sporten, laat ik me even zo noemen, hun aanbod moeten veranderen? Kijk, we zien allerlei ontwikkelingen. We zien 3x3 basketbal is natuurlijk makkelijker te organiseren dan het oude basketbal. Het 7x7 voetbal is makkelijker dan het 11x11. Twee tegen twee volleyballen, beachvolleyballen is makkelijker te organiseren dan 6x6. Denk jij dat dat ook een ontwikkeling is die gewoon moet om eigenlijk te voorzien in het aanbod wat de moderne sporter vraagt? Het verschil denk ik een beetje, het moeilijke is, en dat is denk ik hetgene waar ik, daar zou ik tenminste mee worstelen als ik in een, zeg maar in een bondomgeving zou zitten, is dat je als bond vertegenwoordig je alle verenigingen.
En dat is natuurlijk heel bijzonder. Want je hebt verenigingen die draaien fantastisch. Die hebben wachtlijsten niet tot de Tokio. En je verenigingen die draaien voor geen meter, om maar zo te zeggen. En je hebt er dus een aantal die willen heel graag naar een bepaald online domein. En je hebt diegenen die dat absoluut niet willen. En die vertegenwoordigen weer hun leden. En op het moment dat jij als vereniging een ledenbase hebt en je bent daar happy mee. En die zijn happy en die hebben jou als bestuurder gekozen om vervolgens hun belangen te behartigen. En die hoeven niks met online. En die hoeven niet eens een digitaal afhangbord bij wijze van spreken als tennisclub. Ja, maar wie zijn zij dan als bestuur om te zeggen van laten we eens even meedoen met zo'n nieuw initiatief. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat je als... ik kan me voorstellen dat je daar als bond zeg maar in een spagaat zit. Ik kan me wel voorstellen, dus dat, en dat is hetgene waar wij proberen rekening mee te houden met hoe wij ons platform willen inrichten, is dat we de mogelijkheid bieden dat wij, als er een facilitatie, als we dus een faciliteit moeten gaan organiseren, dat je een soort van flexibele bondbijdrage gaat doen. Dus pay for what you play, ook richting de bond. En daarmee dus wel in een soort van variabele vergoedingsafdracht komt voor, om ook met je verzekering akkoord te zijn. Of in ieder geval de meter genomen wordt worden in de ledenadministratie voor hoeveel wedstrijd je gespeeld hebt. Zodat je in ieder geval dat je niveau wordt bijgehaald en dat wij je niveau bijhouden. Zodat je ook weet van dat mensen niet van een hoger niveau opeens gaan invallen bij een lager niveau. Ja, dat soort dingen zijn dus mogelijk met nieuwe technologie. Dus als er een moment is of als er een manier is om dus daar naar nieuwe vormen van sport te gaan, dan is het denk ik op deze manier. Maar ook daar weer in, dat gaat niet voor elke vereniging gelden en dat gaat niet voor elke sport gelden. Elke sport gelden. Ja. Maar kijk naar tennis, daar is nu padel groter aan het worden. Maar padel, dan moet je nog een keertje, moet je 2-2. Ja. Dan moet je 3 mensen vinden die op het moment dat jij wilt tijd hebben. Nou, daar, als ik mijn vriend aan het bellen ben, die hebben het over het algemeen wat dingetjes te doen. Ik vind het echt goed dat jullie in de openheid, in de breedte zeggen, joh, wij faciliteren ook gewoon de niet-transactionele sporters en aanbieders. Want heel vaak krijgen natuurlijk dit soort platformen op andere gebieden het verwijt. Ja, jullie zijn aan cherrypicken. Jullie pakken de dingen die eenvoudig zijn. En de traditionele wereld blijft achter met de onmogelijke opdrachten in het algemeen belang. Ja. Maar jullie hebben heel duidelijk een visie om het in de breedte neer te willen zetten. Ja, het kent ook daardoor wat uitdagingen, maar dat is voor de rest alleen maar leuk. Ja, noem maar eens een paar. Anders wordt het zo makkelijk. Ja, noem maar eens een paar. Wat zijn ze? Nou ja, dus dat is dus inderdaad als je... Kijk, je moet op een gegeven moment als je... Wij gingen live de ambitie om te zeggen, we zijn een landelijk sportplatform voor alle sport. Ja, dan ga je dus van wij gaan nu 486 verschillende soorten sporten aanbieden die we nog niet hebben boekbaar voor 10 miljoen sportende mensen. Ja, ja dat is nogal een hele grote aantal qua productmarkt is dat nogal een ding. Ja. Maar hoeveel sporten hebben jullie inmiddels? Ja, in soorten sport, we hebben 1487 verschillende soorten sportactiviteiten die je kunt boeken. Activiteiten, ja. Dus, en dat is dus inderdaad van bootcamp tot yoga, tot paaldansen, tot crossfit, tot allerlei soorten vechtsporten. Ik durf niet eens te zeggen, ik denk dat we wel 120 verschillende soorten sport hebben. Maar nog niet alles. En nog niet overal in Nederland. En dat is dus, en daarmee moet je dus, en heel veel mensen die zeggen dan, er zijn een aantal mensen met wie je dan in het begin zo gaat praten, die zeggen van, nou, doe gewoon een stad voor stad. Er zijn ook meer de initiatieven die zo'n start voor start doen. Ja. Dat snappen we deels wel, maar op het moment, maar wij denken meer aan de andere kant. Van als wij dus nu die hele, als wij die markt willen bewegen, dan moeten we dus ook dingen gaan doen die dus in het hele land, die we in het hele land kunnen activeren. En als wij willen werken met grote, noem het maar even, of met een supermarktketen of met een andere partij waar heel veel bereik zit, dan ben je alleen maar interessant als je ook in Nederland en als je ook in het hele land kan leveren. En daarom hebben wij gezegd van, we gaan niet stad voor stad doen, want dan heb je het risico dat je straks 4 jaar verder bent en dan ben je de steden nog niet uit. Ja. We gaan gewoon gas geven en kijken waar het eindigt. Nou, wat we dus merken is dat die onboarding dus best wel goed en snel gaat. Nog absoluut niet waar we willen zijn. Er komen er nog duizenden bij dit jaar zoals het plan is. Maar hoe meer je hebt, hoe meer je vervolgens ook echt wordt van die beweging wordt, waarbij dus ook mensen zeggen, oh, dan meld ik me ook wel aan. Oh, dat is wel interessant. En dan krijg je dus ook, en met name dus ook in dat gratis aanbod, ja, op het moment jullie leren ook waar de vraag, daardoor, omdat je het aanbiedt, leer je ook waar de vraag zit. Exact. En waar wij dus, en wij zijn dus vooral op zoek om zoveel mogelijk te merken van waar zit vraag, want dan kunnen we daar gewoon, wij noemen dus ook, daar kunnen we op gaan acquisitie gaan regelen. En voor hetzelfde geld, kijk, ik kan alle schaatsverenigingen in Nederland listen, maar op het moment dat ik gewoon geen schaatsers krijg, of dat schaatsers denken van, ja, luister, die 2 euro die ik daar aan die baan betaal, of ik ga wel op de sloot, dan heb ik daar heel veel, zeg maar, investering in gedaan om die allemaal gelist te krijgen met mooie foto's en qua lappentekst en al dat soort dingen. Ja. Dus daar. Dus dat is een beetje... Je bent nu een half jaar bezig. Ja.
Je klinkt nog even enthousiast. We vinden het heel leuk. Ja. Wat is je belangrijkste koppijndossier voor het komende half jaar? De keuzes maken in de technische roadmap is toch altijd wel een... Ja, dat is wel... Want je wilt heel veel dingen. En dat is hoe langer je bezig bent, hoe meer je wilt. En dat is ook een soort van feature creep die erin kan kruipen. Dat je op een gegeven moment denkt van... Je feature request lijst is eigenlijk te lang. Ja. Nou ja, en dat is dat op het moment dat je het niet meer zou weten wat je zou moeten bouwen, dan dat zou ik fantastisch vinden. Maar ik heb nog nooit... Nee, we werken met een externe team. Externe. Maar die zitten wel heel dichtbij. En we hebben wel een eigen product owner die dat dus begeleidt en daarop toeziet. Dus daar zitten wel uitdagingen, want dat is niet zo, je hebt niet oneindig budget en oneindig developers. Maar dat is deels denk ik ook wel goed, want daardoor ben je wel heel erg bezig met van wat heeft prioriteit en wat draagt nu echt bij, zeg maar, aan de groei van het platform. Mm-hmm. En dat je dus bezig bent om te kijken van je wilt, zeg maar, en dat is hetgene waar ik en mijn kompion nog wel eens last van hebben, is dat wij zien... wij willen heel graag heel snel. Heel veel, noem het even, B2B sales trajecten kunnen nog wel wat lang duren. Met name op het moment dat je met grotere corporates en al dat soort dingen. Dus wat wij dan maar doen is, dan zoeken we gewoon een kanaal naast en dan gaan we gewoon daar proberen. Ja. Het risico wat je dus wel hebt is dat je mensen op een gegeven moment een beetje verliest op het moment dat ze weten dat je en een cadeaukaart in de markt aan het zetten en een corporate tak aan het opzetten bent en met TripAdvisor aan het praten bent om het voor toeristen te gaan bieden. Ja. Nou, en zo gaat dat maar door. Dus daar zit ook wel wat uitdaging, dat we ook wel onszelf wel eens moeten remmen om te zeggen van oké, dingen gaan ook op zijn beloop. Ja. We zijn gewoon wat dat betreft ook niet zozeer alleen sportief, maar ook competitief. We willen gewoon snel. Ik kan me ook voorstellen dat 7 ton investering lijkt een hoop, maar dat is ook zelf weer op. Daar kunnen we heel goed op maken. En in zo'n opstartfase geld verdienen zit er ook nog niet in, denk ik. Nou, we verdienen heel veel, dat komt alleen nog niet in de onze kant. We hebben wel, denk ik, inmiddels wel voldoende ervaring met al best wel wat jaartjes ook in start-up-land actief te zijn. Dus dat je gewoon weet van je moet alleen uitgeven wat je hebt. En alles 3 keer omdraaien. Maar daar komt wel volgende ronde, ja. En we zien dus ook waren eigenlijk een soort van doelstelling binnen deze ronde van funding, dat we wilden laten zien van waar de mogelijke tractie zit. Ja. We hebben daar nu een aantal kanalen van waar dus ook wel kunnen gaan laten zien dat die tractie daar ook wel aan zit te komen. En op het moment dat we kunnen laten zien dat ook daadwerkelijk dat realiseerbaar is, dan heb je ook een mooie strategie om verdere funding op te vragen. Ja. Zoveel vragen nog te stellen, maar ja, we hebben afgesproken dat we een half uurtje over doen, Stekel, dus het houdt op gewoon. Het is al 35 minuten. Ja, het is al 35 minuten. Dan sluit jij af en dan bedank je. Ja, oké, bedankt hè. jullie bedankt voor het kijken. Hey, heel veel succes trouwens. Ja, dankjewel. Ik vond het erg leuk om met jullie te praten. Jetstream uit Groningen voor de livestream. PQR voor de hosting van de website. Bier & Co. voor de biertjes. En Freedom Lab voor de gastvrijheid. Kijk je live, blijf kijken. Zo direct nog een gast. Kijk je on-demand. Dan weet je dat je de afgelopen 9 jaar van ons kunt terugzien. Er zitten mooie vervolgverhalen bij. Bijvoorbeeld die van vorige week. Met Peerby. Ja. Daan Weddepol was de gast bij ons toen hij net begonnen was. En kwam vorige week vertellen... Ja, dat hij 99 keer heeft overwogen om te stoppen. En hoe hij van 25 mensen naar 4 is gegaan. En het nu helemaal nu het businessmodel gevonden heeft. Mooi. Dank jullie vrienden. Dag. Of een volle aardig systeem. Ja.